Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van donderdag 31 januari van Weerplaza. Het is nogal wisselend, soms trekt er een storing voorbij, af en toe klaart het even op, maar voornamelijk hebben we te maken met storingen. Vanochtend ligt er een boven het noorden van het land en vanavond krijgen we opnieuw met een ander gebied met bewolking en sneeuw te maken. Dat trekt vannacht over en morgen zitten we daarachter. Voor vanochtend een paar winterse buien in het noorden van het land. Ook in de provincie Zeeland is nog een enkele bui mogelijk. Verder is het droog en eerst nog mistig bij een temperatuur van net iets boven nul. Vanmiddag blijft het op veel plaatsen droog, schijnt de zon van tijd tot tijd. Wordt het 1 graad in het oosten van het land tot zo'n 3 of 4 graden in de kustprovincies. En daarbij waait een zwakke tot matige wind vanuit het zuiden tot zuidoosten. Vanavond is het droog, neemt de bewolking toe. Op veel plaatsen gaat het licht vriezen. Vannacht krijgen we dan te maken met een gebied met sneeuw dat van zuid naar noord over het land trekt. In de ochtend sneeuwt het in het noorden van het land nog licht. Verder klaart het op. 'S Middags is nog een winterse bui mogelijk. Morgenmiddag wordt het 1 tot 4 graden bij een matige wind vanuit het oosten. Ook in het weekend is het nog wisselvallig winterweer met vooral in de oosten van het land af en toe wat winterse buien. In het westen kan er soms ook regen tussen zitten. De temperatuur stijgt. Op zondag wordt het 3 tot 6 graden en zal de sneeuw veelal gaan wegdooien. Op maandag is het eerst droog. Later krijgen we opnieuw te maken met een paar winterse buien. Dus voorlopig is het nogal wisselvallig. Mijn naam is Diana Boei van Weerplaza.